Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag op veel plaatsen in het land nog flink wat zonneschijn en blauwe luchten. Maar niet overal, want er waren ook plekken waar bewolking de overhand had. Het waren wolkenvelden die overtrokken, tussendoor dus ook nog wel wat zonneschijn. Maar niet overal, dus de hele dag helder blauw weer. Voor het weer wat er aankomt, moeten we naar het westen kijken. En daar ligt veel bewolking voor ons klaar. Die wolken komen geleidelijk aan. In oostelijke richting opzetten. En dat betekent dat we de komende 24 tot 36 uur vaker tegen wolken aan gaan kijken. De animatie laat dat goed zien. Vannacht trekt er wat regen over. Morgenochtend is het even wat droger. En daarna ligt er alweer een nieuw gebied met regen voor ons klaar. En dat komt morgen in de loop van de middag en avond over. Maar zover is het nog niet. Eerst nog een avond van vandaag te goed. Met toenemende bewolking van het westen uit. En laat in de avond zou er in het noordwesten van het land wat lichte regen kunnen vallen. In het oosten blijft het nog helder. En koelt het vlot af naar een graad of drie. In de nacht daalt het kwik daar nog iets verder. 1 tot 2 graden boven nul. In het westen een minimumtemperatuur van 4 graden. En van het westen uit dus wat regen wat zich over het land uitbreidt. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig tot krachtig. Ook morgen overdag met een windkracht 6 bij zee. In het algemeen veel bewolking. Misschien een klein beetje zon in het zuidoosten en oosten van het land. Maar verder, dus de wolken. In de ochtend is het even wat droger. Maar in de middag en avond gaat het gewoon weer regenen. Dan zaterdag. Een wisselvallige dag met buien. En de lucht is zo koud dat er wat hagel bij kan zitten. Misschien natte sneeuw. En ook onweer is mogelijk. Temperaturen 5 of 6 graden. Maar tijdens buien is het kouder. Zondag is het een tijd lang droog, met in de loop van de middag en avond van het westen uit opnieuw bewolking gevolgde regen. En maandag dan weer een dag met een aantal buien. Temperatuur in het weekeinde 5 of 6 graden, maar na het weekeinde loopt het kwik weer iets op. Het is niet echt een trend, want de dagen die volgen blijft het een beetje sudderen met 6 tot 8 graden als maximum. In het algemeen zijn de nachten niet koud. De kans op vorst in de nacht is de komende dagen niet groot te noemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.